Door de toenemende vergrijzing is het aantal mensen met dementie in Nederland vervijfvoudigd. Mede door dit ziektebeeld hebben deze ouderen een toenemende behoefte aan ondersteuning bij hun dagelijks functioneren. Een adequaat zorgplan dat aansluit op de behoeften van mensen met dementie en hun naasten is dus noodzakelijk. Het zorgteam op de Koekoek streeft ernaar om de bewoners en dienstnaasten zo goed mogelijk te ondersteunen. En met succes! In 2016 won de locatie de Bouw Award in de categorie Langdurige Zorg van de Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg. Bernadette Visser vertelt wat dementie is en hoe zij als case manager haar steentje bijdraagt in dit ziekteproces. Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 verschillende hersenziektes. In Nederland zijn er 270.000 mensen met dementie en dat zullen er in 2040 ongeveer 500.000 zijn. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende en meest bekende vorm. Ongeveer 70% van de mensen heeft deze ziekte. Het meest bekende verschijnsel is eigenlijk het geheugenverlies. Het is zo bij beginnende dementie dat mensen niet in staat zijn nieuwe herinneringen te vormen. Ze kunnen eigenlijk geen nieuwe plaatjes aan hun geheugen toevoegen. Je ziet als de dementie vordert dat ook oude plaatjes in het geheugen verdwijnen. Daardoor wordt het voor mensen moeilijker om de weg te vinden, om hun dagelijkse zaken te regelen, het overzicht te behouden en later ook om zich te wassen, om aan te kleden, om koffie te zetten en dus om zich te redden in het dagelijks leven. Als case manager dementie bezoek ik mensen met dementie en hun naasten thuis. Ik bied begeleiding, ondersteuning. Soms gaat het niet meer om thuis te wonen. 70% van de mensen lukt het wel. Dan leid ik mensen toe naar een plaats in een woonzorgcentrum. Het hebben van dementie veroorzaakt bij mensen onrust, chaos, gebrek aan overzicht, boosheid, overprikkeling. Thuis is de mantelzorger degene die er altijd is en die ondersteuning en die zorg biedt. Als iemand in een woonzorgcentrum gaat wonen, dan zie je dat de rol van de mantelzorger verandert, maar die blijft heel belangrijk, want de zorg wil graag de samenwerking met die mantelzorger, omdat die degene met dementie het beste kent en de meeste aanknopingspunten ook kan bieden om samen voor een goede, prettige en veilige omgeving te zorgen. Ik en mijn hond Muis werken op kleinschalig wonen. Veel bewoners hebben vroeger zelf ook een hond gehad. Het spelen, aaien, knuffelen, uitlaten, dat geeft de bewoner energie en daar worden ze heel vrolijk van. Persoonlijke aandacht voor de bewoner is belangrijk. De mantelzorgers spelen hierin ook een grote rol. Er zijn verschillende zorginnovaties. Eén daarvan is de Cradle. Zoals die hier voor me staat, bij deze Cradle kan je bijvoorbeeld, als je weet dat iemand vroeger op een boerderij heeft gewoond, gesprek gaan over kippen met kippengeluiden. Als iemand aan zee heeft gewoond, kan je over de zee gaan vertellen of een gesprek hebben. Het mooie van zorginnovatie is dat het een middel is om de wereld van vroeger weer dicht bij de mensen te brengen.